Vernieuwing van een stad. Nadat in de jaren 1980 bleek hoe slecht sommige woningen er toe waren, werd besloten om de steden te vernieuwen aan de hand van renovatie en sanering. Veel sociale huurwoningen bleven echter bestaan, waardoor de wijken nog steeds uit dezelfde armzalige samenstelling bestonden. In de jaren 1990 gingen mensen meer verdienen, waardoor ze zelf overgingen tot herstructurering van hun huizen. Zo vond gentrification plaats, waarbij rijkere mensen steeds meer naar de steden trokken en het imago van de steden beter werd. Desondanks bestaat in ons land nog veel segregatie naar etniciteit. Mensen met dezelfde afkomst wonen vaak bij elkaar in een wijk omdat ze niet genoeg geld hebben om ergens anders te wonen en omdat ze graag hun eigen gewoontes samen willen uitoefenen. Hierdoor ontstaan echter probleemwijken. Via de app kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat, geen probleem.